Superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Het is lekker zomer en wij dachten, we gaan vandaag even twee stomme challenges doen. Ze zijn wel heel erg leuk voor jullie, minder leuk voor ons. Het zijn waterballon challenges. Het past goed bij het zomerse weer. Challenge nummer 1 houdt in dat we streampapier schaar gaan doen. En de verliezer die moet in een mega grote waterballon. We hebben op TikTok gezien dat het kan. Dus ja, ik ben benieuwd. En de tweede challenge is ook heel erg leuk. We hebben een bak vol met waterballonnen. En de andere die staat in een kikkerpak. En die moet proberen de waterballon te ontwijken. Terwijl de andere probeert te bekogelen. En de verliezer die moet in de sloot springen. Dus laten we lekker beginnen met de allereerste challenge. En wij gaan steenpapier schaar doen. Steenpapier schaar! Yes! Yes! Nee! Kom op, verlies! Nee! Hoe kan Maxime hierin? Dat kan toch niet? Hij is wel heel stevig. Ja, maar ik zag op TikTok dat ze ook zo klein waren. Dus ik denk dat hij nog meer heeft. Ja? Waar kan je hier echt in? Waar is het gat? We hebben de ballon. Hij is open. We hebben de waterslang. Hij is aangesloten. Hoe ga jij hierin passen? Weet ik niet. Zou ik er vast met je ingaan? Ja, probeer maar. Nou, dat past al in ieder geval. Dit gaat toch nooit passen, hè? Holletje! Hij is echt nu verder vullen met water. Hey. Je zit heel mijn benen hier doorheen. Ja. Dit gaat hier echt niet trekken hoor. Ik zit eigenlijk al relaxed. Het voelt heel raar. We hebben er toch nog één? Nee! Ja, we hebben er nog één. Opnieuw. Kudding! Ja, ik denk dat we gewoon een soort gaatje moeten prikken. Eerst moeten vullen, ja. Dan erin. Ja. We hadden echt een veel te groot gat. Ja, klopt. Deze moeten we lekker klein houden. Oké. Okay. Poging 2. Als deze gaat klappen, hebben we niks meer. En dan zijn we zo meteen bij jullie terug, als deze ballon een beetje gevuld is. We zagen op TikTok dat dit dus heel erg goed kan werken. Dit is namelijk zonnebloemolie en ik gluber dus nu makkelijk dat ding in. Ik ga nu iets doen waar ik echt geen zin in heb. Oh. Niet! I didn't. Jongens, doe dit niet na. Ofwel, weet je, dat is jouw probleem. Oh nee, dat gaat sowieso weer niet lukken. Hou omhoog. Hoe doet die gast dit? Dit kan niet! Help! Dit gaat hem niet worden. Ik heb ook proberen in te liggen. Moet jullie wel heel goed omhoog houden. Nee! Oh, half uur voor niks gevuld. Nee hoor. Dat drijft op mijn huid, omdat ik dus helemaal ingeolied ben. Deze challenge was een grote fail. Voor de extreme kikker challenge gaan we even deze ballonnetjes vullen bij de kraan. We kwamen erachter dat hij er niet helemaal goed op past, maar misschien kan het zo ook gewoon. Hey, ja natuurlijk. Hoe groot moet een waterballon eigenlijk? Weet ik veel. Zo groot. Schud nu eens één keer. Ik dacht gewoon. Oh, en dan. Ja. Oh! Wow! Zo, dit werkt echt goed. Dit is toch een van de eerste dingen van AliExpress die oprecht werkt. Yay! We hebben nu bijna 220 ballonnen in de bak zitten. Dus we kunnen lekker gaan gooien. Holy moly. Dit is zo zwaar. Maar er zit ook heel veel onnodig water in. Soms moet je roeien met de riemen die je hebt. En dat zijn er dus vandaag niet zo veel. Hoi! Oh, kijk uit. Die band is kapot. Aan de onderkant. Oh nee. Oh shit. We gaan nu beginnen met challenge nummer 2. De verliezer moet hier in een kikkerpak gaan rondrennen. En de ander mag diegene gaan bekogelen voor 1 minuut lang. Degene die is geraakt met de meeste waterballonnen moet in de sloot springen. Ja. Ja, we gaan het echt doen. Dus degene die deze verliest mag als eerste gaan rondrennen. 1. Nee! Echt alweer! Ik voel me al helemaal een fuck. Mooi.
Heel mooi. En nu mag ik gaan rennen! Oké, ben je er klaar voor? Nee. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. Kom dan! Nee, haast mee! Kom dan, hè? Vier op dezelfde plek! Ik wil niet meer. Oprecht een bonte blauwe kont. Ik had niet verwacht dat het net zoveel pijn deed als... hoe heet hier, dat ook? Ja, heb ik echt veel geraakt. Het doet echt pijn. Nou, zo, ik weet niet, maar je hebt echt niet veel gegooid. Nee, I know. Je had wel even door mogen rammen. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Now it's my turn. Oké, ik ben ready. We gaan zoveel mogelijk rond ontwijken. Oké, bang kikkertje. We gaan bekogelen in 3, 2, 1. Geraakt. Maar dat doet echt zeer. Oh! Zie je dit? Je hebt gewoon een heel rood plek. Hier ben ik echt ziek vaak geraakt. Maar ik heb waarschijnlijk wel gewoon gewonnen. Dus, nee! Nee! Iemand. Ik moet de slant in. Iemand mag de slant in. Nee. Het kikkertje mag gaan zwemmen. Nee. Vind je er nou van dat je in de sloot moet gaan springen? Ja, echt zo leuk. Ik heb er echt zoveel zin in. Kijk, het ziet er toch heerlijk uit. We gaan even het weiland in. Dat is mijn favoriete plek om lekker een plonsje te wagen. Kom weer mee naar mijn habitat. Welkom bij mijn habitat, dames en heren. Ja, waar is die sloot dan? Ja, daar. Dus dit moet een brug voorstellen. Ja. Zou ik hier overheen komen? Oké, creepy. Ga je dit echt doen? Yes! Dit is de sloot waar Sofie in gaat springen. Het is mijn slootje. Ja. Okay. Voel even mijn hart, ik vind het echt eng. Ja, kijk er maar even goed naar. Dan wordt het wat minder eng. Oeh, dat is niet goed. Waarom is het zo eng? Als het te lang duurt, mag Maxime je er wel in duwen. 5, 4, 3, 2, 1. Boeja! Dat zakt weg. Oh, dit voelt eigenlijk wel. Oh. Wat lekker. Ik ga even een stukje zwemmen. Die wolk ook. Wow, is dat een Yeezy? Dit? Ja. Ja, dat heb ik hier ook gevonden. Wat vinden jullie ervan? Wat vinden wij ervan? Heel mooi. Het ziet er heel comfortabel ook uit. Ja, dit gaat ook heel goed. Ja, heel goed. Het komt er ook heel makkelijk uit. Het is ook heel chill. Hier zwemmen ook snoeken in, hè? Ja, nee, tief op, Maxime. Dat is wel zo. En ratten. Ja, nee! Nou, rat, dat is wel zo. Dat is wel echt zo. Snoeken ook, hoor. Nee, niet zeggen. Dat vind ik echt niet leuk. Dat vind ik echt niet leuk. Volgens mij voelt het dat. maar help. Ja. Mama, ik ben in de sloot gevallen. En hij heeft een rat in mijn voet gebeten. Doe. Nu wacht ze weer opnieuw uit dat ding gaan klimmen. Je zit weer in de brandnetels. Je zit vol in die distel met je hand. Ja, weet ik. Ik wil er gewoon één keertje zelf in. Wil je er nog een keer in? Oh, ze gaat weer in. Wat fuck. Dat is niet goed. Tot ziens. Nee! Ik vond het leuk. Maar ik blijf weer even. Ik heb nog koffie en thee. Mag ik die koffie zien? De Douwe Baggerbadge. De Douwe Baggerbadge. Wat willen jullie? Koffietje, theetje? Ik heb het allemaal! Ah!
Ah, ik ben het zitten helemaal onder! Je bent getrokken! Oh, ze gaat gooien! Zo! Nu moet je wel kopje onder. Ja, nu moet je kopje onder. Nu moet je kopje onder. Zo? Ik wil echt bagger op je hoofd gaan. Kikker is bedroefd. Hoe erg is het? Lekker. Ja. Die ogen van dat kikkerpak. Dit is een goede teugpil. Weet je wat mensen van mijn leeftijd doen? Sommigen hebben al kinderen, sommigen die werken in het kantoor. Kijk mij zitten. Kijk even naar me. Ja, wat verschil moet er zijn? Lieve mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij deze video nou ook zo ontzettend leuk zoals ik het ook vind? Dan even een modderduimpje omhoog. Wil je nou meer van dit soort video's zien dat Sophie een sloot inspringt? Laat het even weten in de comments. En vergeet niet te abonneren. Doei doei! Doei doei! Kom je? Ja. We gaan. Je mag douchen. Koud, koel, koud, koel, koud, koel, koud, koel.